Ik had eigenlijk nog nooit van de stofwisselingsziekte gehoord. En een paar weken geleden werd ik daar een patent gemaakt door een hele goede vriend van mij, die ik al 60 jaar ken, bij mij in de middelbare school zat. En die me daarop wees, en toen ben ik een beetje gaan googlen. En dat kwam al heel duidelijk uit dat het een behoorlijke, vreselijke ziekte is, die gedeeltelijk genetisch is en kan worden doorgegeven. En in vele gevallen ook tot de dood van kinderen kan leiden. Er zijn medicijnen voor, maar die zijn niet altijd toereikend. Maar ook voor onderzoek en voor medicijnen is geld nodig. En ik hoop dat de mensen die dit horen daaraan willen denken, met name door erover te praten, maar ook misschien door geld over te maken. Ik wou vandaag geld overmaken en ik hoop dat anderen daarin volgen. Alle kleine beetjes hopen, helpen. Alle kleine beetjes helpen. En dat heeft Obama en Bernie Sanders duidelijk gemaakt. Dus ik hoop dat anderen mij en vele anderen hier betrokken zijn zullen helpen. Ik nomineer ook iemand voor ditzelfde t-shirt, die dan ook daarover zal praten. En in dit geval wil ik graag nomineren Carice van Houten, die de hoofdrol speelde in mijn film Zwart Boek. En ze is erg zwanger, dus misschien moet jullie even wachten tot de baby er is. Maar ik hoop dat mensen, nou ja, ik hoop dat jullie allemaal meedoen. Het is echt een vrij griezelige ziekte. En voor ouders om kinderen te laten opgroeien waarvan ze weten dat hij de 18 misschien niet haalt, is een behoorlijke tragedie.